Dames en heren, dit zijn de fucking Acid sokken. Yo, dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag is een hele speciale dag. Jullie kunnen je nu afvragen, joh, waarom is vandaag zo'n speciale dag? Waarom waren de andere 10 vlogs geen speciale dagen? Daarop kan ik jullie geen antwoord geven. Wat de fuck gebeurt er hier in mijn kamer? Wie is het liefste hondje van de hele wereld? Wie is de liefste hond van de hele wereld? Ja. Wie is de liefste hond van de hele wereld? Jij bent de liefste hond van de hele wereld. Jij bent inderdaad geen hond. Jij bent een pussy. Jij bent een kleine pussy. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar je ligt daar wel comfortabel volgens mij. In mijn video's praat ik de laatste tijd al veel te veel over mijn sokken. Maar jullie hebben ondertussen nog niks gezien van mijn sokken. Dus waarschijnlijk denk ik in ieder geval mensen gewoon daar nooit sokken gaan komen. Maar vandaag is de dag dat mijn sokken toekomen. Momenteel zit er nog niks in mijn brievenbus. Want ik heb nog geen postbode aan mijn brievenbus zien komen. Maar als hij komt, dan heb ik de allereerste paar Acid sokken. En die ga ik in deze video aan jullie tonen. Zo fucking nice! Dus mij zeker een duimpje omhoog op deze video. En vergeet niet te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. Want YouTube is zwaar met mijn piemel en met mijn ballen aan het spelen. En ik verlies subs. Ik heb net de video geëdit, die komt morgen online. En de hond is hier ook nog altijd. Hallo. Ik was mijn telefoon kwijt, hij ligt hier. Ik weet ook niet waarom mijn telefoon hier ligt. Ik weet niet wat hij hier aan het doen is, maar oké. Het is een vreselijke dag, het weer is fucked up. Het is koud, het is winter aan het worden. Ik ben echt depressief. Oké, ik ben niet depressief, ik ben heel blij. Ik ben gewoon fucking excited voor mijn sokken. En oef. Ik voel zo kriebels in mijn buik en ik voel zo vlinders. En ik denk zo van, oh, what the fuck, mijn sokken komen straks aan. Ja, dat is toch wel excited, snap je? De allereerste keer in mijn leven dat ik echt zo kleren heb gemaakt, die fucking nice zijn en die ik zelf krijg en die dan straks in mijn huis zijn en ik heb het allereerste paar. Jullie sparen beter al jullie geld om de Acid sok te kopen, wow. Ik ga de eerste keer in mijn leven niet meer broke zijn, snap je? First year of not being broke. Yes, boys. Dus ik ga nu douchen. Oh. Ik vind douchen echt fucking chill, maar zonder dat ik het weet sta ik altijd een half uur onder de douche en dan is het nu een half uur later. Misschien is de postbode ondertussen al geweest en, yo, mijn hond is hier weer. Oh, waarom kom je heel de tijd naar mij? Wat doe je? Normaal komen honden nooit aan de badkamer. Wat doe je hier? Wat doe je hier allemaal, kleine hond? Yes, goeiedag. Dus misschien moet ik in mijn Adams kostuum, dat betekent dus zonder kleren, gaan kijken of er al iets in de brievenbus zit, want misschien brengt dat geluk. Nee, dus doe ik! Ik ga nu gewoon naakt gaan kijken of er post in de brievenbus zit. Hopelijk valt mijn handdoek niet af als ik buiten sta. Very, very, very spannend. Snap je? Misschien zitten ze er en misschien niet. Very, very, very spannend. Hopelijk kijken er niet te veel mensen in mijn straat. Raar, want ik sta hier aan mijn hand. Oké, okay. Spannend. Spannend. Ach, fuck. Er zit reclame in. Kut. Gelukkig is mijn handdoek niet afgevallen, anders was ik de lul. Oké, volgende keer beter. Misschien komt de postbode over een paar minuten. Hopelijk wel. Want anders weet ik niet wat ik nog allemaal ga doen. Alright, ik moet morgen naar Amsterdam. Er komen hele vette dingen aan en dit gaat niet over de sokken, maar het is iets waar ik nu echt nog niks over mag zeggen. Maar je gaat het sowieso zien, want ik ga filmen in Amsterdam. Maar het kut is wel dat ik morgen de trein moet nemen om 7:15. En dat is echt fucked up. Dat is echt super vroeg. En ook al neem ik de trein zo vroeg, ik kom toch maar aan in Amsterdam om 2-3 uur of zo. Kijk, ik woon hier echt verkeerd, snap je? Ik woon hier in de uithoek van België. Wat is dit voor stad? Wat doe ik hier? Ik heb net ook gehoord dat mijn mama is thuisgekomen, dus dat is ook leuk. Dan is er eten, dan moet ik geen brood eten vanavond en water drinken. Dan kan ik echt eens mijn buik vullen. Ik leef al 3 dagen op cornflakes, dat wordt ook fucked up. Dus ik ga even checken of mijn sokken al zijn. Dag mama. De andere hond is er ook bij. Hallo. Jij hebt een mooie snor, hè, kleine hond. Wow, rustig. Is de postbode al geweest? Ja. Echt? Ja. What the fuck? Hoe kan ik dat nu gemist hebben? What the fuck? Joch, dit is het moment van de waarheid, dames en heren. Dit is het moment van de waarheid. En heel mijn straat gaat het horen als er iets in mijn brievenbus zit. Oké, komt-ie. Dat is nice. Straight out of fucking Nederland. Dat is nice. Oh shit. Ik heb mijn sok ook nog niet gezien in het echt. Alleen maar op foto's en zo. En dit is de eerste keer dat ik ze nu gewoon in een zakje vast heb. Holy shit, fucking nice. Weet je wat dit is? Weet je waarin dit envelopje zit? Weet je? Weet je waar is het? Ah! Ik moet even kijken, snap je? Ik moet even kijken. Dit zijn gewoon mijn eigen sokken voor de eerste keer. Yo, ik heb ze gewoon in mijn hand. Jullie mogen nog niks zien, dan is heel de hype eraf. Maar dit zijn gewoon mijn sokken. En ze zijn echt fucking, what the fuck? Ze zijn super nice, toch? Waar is de hond? Is de hond? Mijn hond. We hebben wel een hond. Nee. Daar is de hond. We got him. Kijk! Het zijn mijn sokken! Ik vind ze nice! Wat vind je van mijn sokken? Ja, je vindt ze duidelijk cool. Ik mag ze nog niet tonen, misschien op het einde van deze video, maar dit... Oh, het is echt nice, het is super nice. Wat vind je ervan? Mooi. Vind je het nice? Ja. Holy shit, ja, het is... Krijg ik ook een paar? Je krijgt ook een paar sokjes. Voor zoveel zijn je krijgt ook een paar sokjes. Oh, sokken! Okay, nice, stabiel. Ik ga ze nog niet volledig tonen aan jullie nu. Ik moet nog even... Yo, what the fuck?
Godverdomme, man. Ik kan hier ook nergens rustig een video opnemen, dat lukt niet meer. Yo, meneer, wat vind jij van mijn sokken? Kijk, dat zijn mijn sokken, meneer. Meneer, wat vind jij van mijn sokken? Hallo? Geen reactie. Kijk, dit zijn mijn sokken. Hallo? Oké, dan. Geen reactie van de mens. Yo, dit gaat er even over, ik ben te hyped. Holy shit. What the fuck? Kijk, ik weet dat sowieso mensen gewoon doorgespoeld hebben aan het einde om te kijken hoe mijn sokken eruit zien. Ik ga een mini stukje tonen van mijn sokken dat jullie toch al een beetje hyped zijn. Oké. Genoeg. Ik weet nog niet precies wanneer deze sokken echt droppen voor jullie, dat jullie ze ook kunnen kopen. Want mijn website wordt op dit moment gemaakt en er worden nog allemaal gekke foto's genomen. En deels voor mijn sokken moet ik morgen ook naar Amsterdam, maar ook nog voor andere dingen. Er komen zo gekke dingen aan. En terwijl is helemaal mijn channel aan het doodgaan. Dat is ook sick. Dus nu ga ik waarschijnlijk eten en vanavond ga ik niet filmen, maar dat maakt niet uit. Want vanavond ga ik vroeg slapen omdat ik dan de trein moet nemen. Jullie snappen wat ik bedoel. Fucking hype! Oké, rustig. Chill, even. Ik ga nu waarschijnlijk nog eten en zo. En we gaan nog een paar chillen dingen doen en dan nu. Ik krijg net een druppel spuitwater in mijn ogen omdat ik mijn flesje water opende. Ik deed dit flesje water open en er spatste zo water uit en dat kreeg ik in mijn oog. Kijk, jullie zagen spuitwater in je oog krijgen, het brandt echt. Daarom lijkt het alsof ik een hele rare oogziekte heb nu en ik weet niet wat het is. Kan jullie even meer uitleg geven en meer duidelijkheid over mijn merch? Het is niet echt merch, snap je? Ik wil niet dat jullie het merch noemen. Elke YouTuber heeft merch en dat is zo. Ik heb nog niet veel YouTubers gezien waarvan ik echt dacht, wow, jouw merch is nice. Dat wil ik aan doen en daarmee wil ik over straat lopen. Want ik vond altijd dat als YouTubers dingen maakten, je deed dat aan om over straat te lopen, dat eigenlijk gewoon rondliep met reclame van hun kanaal. En dat was het eigenlijk gewoon. Je front met één groot logo op de voorkant van de trui en dat was dat zo. Je kon dus goed de URL van hun kanaal erbij zetten, want je loopt gewoon als reclamebord door de stad als je het aandoet. Gewoon één flat truitje met daarop een flats logo. Flats betekent kut. Mijn idee was iets maken wat niet elke YouTuber had. En het eerste wat daarbij mij opkwam was sokken. Ik heb dat idee echt al een jaar, maar ik had het nooit gedaan en nu had ik wel de resources om dat te doen, dus ik heb het gewoon gedaan. Ik weet niet waar mijn sokken zijn. Nu na een maand strijden heb ik gewoon echt sokken en dit zijn gewoon mijn sokken. Ik ga niet liegen, het is echt goede kwaliteit. Ze zijn strekbaar. Ze hebben goede grip als je hem wil gebruiken als fapsok. Snap je, de opening is groot genoeg om er iets in te steken. Maar nadat ik sokken heb verkocht, ga ik ook gewoon normale dingen verkopen. Dan ga ik ook truien en t-shirts en zo verkopen. Er komen hele vette dingen aan. Maar de sokken zijn gewoon het eerste omdat ik zo broke ben als iets. Snap je, ik moet eerst geld verdienen met iets voordat ik iets anders kan doen. Dus er komt een gelimiteerd aantal sokken. Deze sokken gaan niet voor iedereen zijn. Er is de allereerste drop en er komen geen ongelimiteerde hoeveelheid sokken. Er komen er maar een paar, zelf helemaal niet veel. Ik denk daar ongeveer 250 komen. Dus dat zijn 500 sokken. Dus alleen de mensen die snel zijn kunnen mijn sokken kopen. En ik wil niet als sellout overkomen. Maar dat is moeilijk om zo'n video te maken zonder als sellout over te kopen. Dus koop mijn sokken. Heb je nog geen zin om domme kut sokken te kopen? Omdat je toch weet dat je ze gaat verliezen. Of omdat je toch weet dat je ze gaat gebruiken als fapsok en dat nooit meer gaat aandoen. Het is niet erg spaar dat je geld om mijn normale merch te kopen. Er gaan ook geen reclameborden zijn waarmee je gaat rondlopen met één groot logo. Er gaat hier geen knolpower op staan of zo. Ik ga lang nadenken voordat ik leuke dingen uitbreng. En dan als ik het uitbreng, moet ik het zelf ook leuk vinden. Snap je? En ik denk dat heel veel YouTubers hun eigen merch gewoon kut vinden en dat verkopen, maar het eigenlijk zelf nooit zouden aandoen, omdat het fucking lelijk is. En kwaliteit is ook belangrijk. Ik wil niet van die typische truien verkopen die je één keer wast en dan voelen ze als een handdoek aan. Je wast ze één keer en het logo is gefokt. Snap je, die shit doen? En dan kan je zeggen, ja, maar dan wordt jouw merch zo duur. Kijk, de prijs van die sokken is nog niet volledig bekend, maar het gaat sowieso rond de 10 euro liggen. Zonder verzending. En als je in België woont, dan betaal je sowieso bijna geen verzending. Shoutout naar alle Belgische kijkers. Yeah, you guys. Dit was niet echt een vlog, dit was meer een reclamevideo. Maar er komt nog een echte reclamevideo over mijn sokken, die wordt ook gemaakt. Oh man, zo nice, what the fuck. Dus laat zeker weten in de comments als je geïnteresseerd bent in mijn sokken. Als je wat niet geïnteresseerd, dan kan dat mij ook niks schelen. Maar als je sokken koopt, dan krijg je dus een pakketje met twee sokken in. En je krijgt er stickers bij. En er zit een leuk pasfotootje bij. Ik weet niet of iedereen een pasfoto gaat krijgen, maar de eerste mensen die sokken kopen, krijgen sowieso een leuke pasfoto. Ik sta hier echt fucked op, lelijk op. Dit is echt erg. De sokken gaan verkocht worden op mijn eigen website. Die is ook in de maak nu. Op die website gaan jullie nog allemaal andere dingen kunnen doen. Zoals nude sturen naar mij. Ja, weet ik veel. Niet kopen of zo. Dat is niet waar, dat is grappig. Ik wil niet commercieel overkomen dat ik deze video maak. Ik bedoel, er is geen gesponsorde video. Of ja, het is gesponsord door mezelf. Maar de sokken komen en ze zijn fucking nice. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Het was kort, het was niet zo lang, het was niet zo belangrijk. Het was een beetje waah. Snap je, deze shit moet ook gebeuren. Ik wil ook gewoon niet meer broke zijn en dan doe ik dat op een leuke. Dus mijn sokken. Ik heb ze nu nog altijd niet getoond aan jullie. En jullie kijken al even naar deze video. Misschien verdienen jullie het wel om het te zien. Wat een spannend moment, zeg. Mijn sokken. Is het een rip-off van Trash hier? Wel een beetje, maar het is niet zo erg.
erg een rip-off als dit. Ik heb er wel zelf iets mee gedaan en mijn designer heeft het ook mooi veranderd. Zijn geen flame socks, zijn lava socks. Zijn die acid lava socks, snap je? En ik vind ze heel leuk. Ze zien er nice uit als je ze aan hebt op je voet en zo. Ik denk dat het tijd is om ze te tonen. Dames en heren, dit zijn de fucking acid sokken. Hee woehoe, that's very nice. Het staat er dus heel nice op gedrukt en hoe je ze nu strekt of plooit of trekt. Ze blijven redelijk nice in proportie. Ik weet niet echt hoe ik het juist moet zeggen. Als je ze aandoet rond je voet zit, zo ook fucking nice. Er is één klein probleem, maar dat wordt opgelost. Mijn sokken zijn niet gemaakt voor mensen met grote voeten. Dat is geen discriminatie naar mensen met grote voeten. Kijk, sorry. Ik heb maat 42. Ben je nu al bigfoot en heb jij maat 47 of zo? Hij koopt mijn sokken niet of doe het wel. I don't fucking know. Hang ze aan je deur of gebruik ze als fapsok. Maar er komen ook nog sokken voor mensen met gigantische voeten. Maar ik dacht, mijn kijkers gaan geen maat 1000 hebben. Dus ik ga gewoon sokken maken voor mijn voeten. Maar er komen nog andere dingen. Twee, vind jij witte sokken nu fucking lelijk? En vind je dat je lijkt op een nerd als je die shit aan hebt? Er komen ook zwarte sokken. Dat gaat nog even duren en dat is niet voor in de komende maanden. Kijk hoe nice rond je voet gaan. Super chill. Je kan er leuk mee thuis rondlopen. Ik had vroeger altijd het probleem dat ik geen goede sokken had. En mijn voeten deden pijn in mijn sokken. Daarvoor brengen wij van Acid Sokken de verlichting. Mijn sokken zitten lekker rond je voet. Mijn sokken pakken je voet lekker in. En als je dan in je schoenen gaat, glijden ze er lekker in. Je verliest geen grip in je schoenen. En die sok beschermt je voetje tegen alles. Kijk, ik weet niet als je glas stampt met mijn sok of dat er doorgaat. Ik kan het altijd testen. Denk het niet, want mijn sokken zijn fucking hard. Ik ga niet liegen. Ik vind dat ze er nice uitzien. Ze zitten lekker rond mijn voet. Ze zijn aan beide kanten gedubbeld druk. Kijk hoe leuk dat mijn kinderen deze sokken vinden. Met deze sokken kan je keihard flexen op je vrienden. En ik bedoel, ze zijn wit. Dus dat is fucking nice. Dus dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Vond je het kut? En denk je, oprotten met je sokken wel. In volgende video ga ik niks meer zeggen over mijn sokken. Waarschijnlijk wel. Klik zeker nog op een andere video. Die komen nu in beeld. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ben ik Ace. En ik zal zeggen, tot morgen met een nieuwe video. Dus dag, mensen.